Goedenavond, ik ben weer live. Ik wacht even tot er meer volgers zijn. Ik ga vandaag met deze kaarten aan de slag en met deze stempel. Ik ga ze even uit de verpakking halen. Er is ook weer een aanbieding hiervan. En de aanbiedingen die staan altijd bij de nieuwe producten. En dan staat helemaal bovenaan de Instagram aanbiedingen. Deze kaarten die zitten met z'n 10 in een pakje en daar betaal je normaal 4 euro voor. Nu koop je 2 pakjes voor 5 euro. En deze stempel die is eigenlijk 7,95 en daar betaal je nu ook 5 euro voor. En daar ga ik dus mee aan de slag. Misschien heb je deze al wel eens gezien. Dat is om zo'n soort kaartenrekje op je kaart te maken. En dan kun je dus heel leuk je restjes karton bij gebruiken. Ik heb hier wat kleine stukjes aquarelkarton nog over van de cursus. En daar ga ik lekker op stempelen. En die ga ik dan op die kaart verwerken. Ik zet even mijn kartonnetje vast met een stukje van dit tape. Ik ga dus stempelen, maar dat mag duidelijk zijn. Zo. En ik ga ze straks nog even op maat snijden, de kaartjes. Dat kan je ook van tevoren doen, maar ik had niet zoveel tijd. Dus ga ik het zo meteen even op maat snijden. Ik haal even de stempel van het plasticje af. Ik ga deze tekst gebruiken. En een kerstbal. Dan zal ik die weer maskeren. Dat is misschien wel leuk. Nou, dan stempel ik die hiernaast. Dan zit mijn tapeje eigenlijk een beetje in de weg. Dan scheurt mijn kartonnetje. Nou, dan maak ik gewoon het kartonnetje wat kleiner. Als je tapeje nog nieuw is en hij plakt heel erg, dan kun je hem ook even op je broek drukken. Ga de ergste plak er vanaf. Heb ik nou niet gedaan. Ja. Dat kan dus wel. Ik ga deze even stempelen. En deze bal ook even. Zo. Niet helemaal duidelijk. Hier nog even drukken. Misschien nog wat extra inkt. Nee, dat is niet nodig. Lintje nog een beetje. Dan ga ik... Dit maskeertape kennen jullie vast ook wel. Daar heb ik wel vaker mee gewerkt. Die ga ik hier over de kerstbal heen leggen. En dan stempel ik de kerstbal opnieuw. Zo, en die ga ik uitknippen. Want als je dit zo meteen erbovenop legt en je gaat er overheen stempelen met een andere stempel, dan komen die stempelafdrukken niet door elkaar heen. Maar jullie weten dat misschien al wel. Of is er iemand bij die nog nooit hebt gestempeld? Als je nog nooit hebt gestempeld, dan is het leuk om mijn stempelcursus te volgen. Die is gratis en nou ja, daar leer je heel veel van. Op mijn website www.marjoleine.com. Daar vind je een button waar je op kan drukken en dan kan je aanmelden. Je krijgt gelijk alle mailtjes van de cursus, want die cursus is al een tijd terug geweest. Je krijgt gelijk alle mailtjes in je mailbox. Ik ben gelijk van alles op de hoogte. Dan kun je alle filmpjes kijken. Ik ga nu een andere stempel erbij pakken, ook van een kerstbal, uit diezelfde set. En die ga ik hier neerleggen. En zometeen komen die ballen niet door elkaar heen, omdat ik dat gele papiertje erop heb gelegd. Dan haal ik deze van de tool af. De tekst kan er ook vanaf.
Zo. Stempel maar. Ja, hè, die was leuk om te doen, hè? Stempelcursus. Heel veel leuke reacties op gehad. Moeten we gewoon eigenlijk nog eens doen. Maar dan met iets anders. Deze haal ik er nu vanaf. En kijk, nu zie je dat die ballen achter elkaar zitten. Dan ga ik er even twee kleine kaartjes van snijden. Misschien doe ik er nog wel meer op mijn kaart. Dat zeg ik nou wel zo vrolijk, maar volgens mij heb ik geen liniaal gepakt. Nou, dan ga ik hem gewoon inkleuren. Oh, sorry, volgens mij tik ik tegen de... de stempelcursus is een online cursus. Klopt, Marianne. Even kijken, mijn kwastjes. Nou, het snijden doe ik dus straks. Ik heb geen liniaal gepakt. Die kan ik zo misschien wel even pakken. Ik ga hem wel even pakken. Momentje. Oh, dan tik ik weer tegen die standaard aan. Met mijn grote teen. Nou, daar ga ik dus kleine kaartjes van snijden. Mijn liniaal dus. Langs mijn liniaal. Ik gebruik de blokjes van de mat... om recht te snijden. Oh, dus ik moet hem wat hoger doen, dan zien jullie het ook. Ik leg hem hier nu tegen de onderkant van het blokje aan. En dan snij ik hem hier nou, ietsjes breder. Ik ga dus hier evenwijdig met de lijnen die er staan en met de lijnen van mijn liniaal. Maakt niet uit hoe groot ze precies zijn. Kijk, hier aan de bovenkant nog een stukje eraf. Zo, nog even verder. Nou, een klein randje aan de andere kant eraf. Ik snij langs de kant waar niet de cijfers staan, want daar is de metalen strip langs. Dat is echt mijn lievelingslineaal met die blokjes. Nou, dan heb ik hier een kaartje. En die komt dan straks... deze kaart en er komen allemaal nog van die kaartjes bij. Net alsof het zo'n kaartenrekje is nou ja, waar je kaart aan kan hangen. Hier snij ik mijn kaartje recht en dan gebruik ik mijn blokjes lineaal tegen de onderkant van die letters aan. Dan is dat in ieder geval recht. Dan maakt het niet uit of je die tekst recht op je kaartje hebt gedaan. Dan ga je gewoon uit van die onderkant. Deze is nu recht en dan kan ik die tegen een... lijn op mijn mat leggen en dan gaat die lijn gaat haaks.
Ja, handig zijn die blokjes, hè? Oh, dat is mijn moeder die het zegt. Ja, die weet het al lang al. Kijk, en dan heb je nog een kaartje. Ik kan er eventueel nog een kaartje bij doen. Dan weet ik nog niet zeker of ik dat doe. Of dat ik het misschien later doe. Ik ga deze nu even eerst inkleuren. Ik heb hier op een stukje plastic vorige keer wat inkt gedaan. Dit heb ik met de cursus erop gedaan. Het zijn gewoon die brushpennen. En dat kan je er, dat wou ik ook even vertellen, want volgens mij heb ik dat nog nooit verteld. Tijdens de cursus wel. Maar dit kun je er gewoon op laten zitten. Dus als je, nou ja, die cursus was, wanneer had ik hem voor het laatst? Zaterdag. En toen heb ik het dus opgedaan en dan kan je gewoon de volgende keer mee verder. Dus dat hoef je er niet af te spoelen, want dan spoel je alles door de gootsteen. Dat is eigenlijk zonde. En dan neem ik een waterkwastje en dan ga ik mee door die... Ik had hem even vochtig gemaakt en dan ga ik daarmee door die inkt. En dan kan ik mijn plaatjes inkleuren. Ik vind het leuk om deze letters in te kleuren. Je kan natuurlijk ook in deze letters tekenen, dat is ook leuk. Dat je de streepjes of stipjes intekent. Zo, daar hebben we het juist. Ga ik mijn ballen ook nog even groen maken. Ik weet eigenlijk nog niet of ik met andere kleuren ga werken. Misschien is het ook wel leuk om rood erin te gebruiken. Zal ik wat rood in die andere bal doen? Dan moet ik deze even laten drogen, want anders lopen die kleuren in elkaar over. En die streepjes. Zo. En dat lintje kan alvast wel gekleurd. Kijk, deze hangt ook aan een groen lintje. Dat is wel leuk om best wel wat groen erin te doen. En even kijken, dan ga ik wat rood gebruiken, want dat had ik gezegd. Oh, ik heb de kleurnummers nog niet genoemd. De groene, dat is de 657. De bronsgroene. En de rode is de scharlaken. En dat is de 334. En ik denk dat ik deze rand rood maak. Als je nog nooit stempelen hebt uitgeprobeerd, dan kun je bij ons op de Creadoe het ook komen uitproberen. We hebben een gratis make and take. Dan kan je ook zo'n klein kaartje even maken. Het is nog een verrassing met welke stempels we gaan werken. Misschien doen we elke dag wel wat anders. Kijken we net even waar we voorraad van hebben en dat we daarmee aan de slag gaan. Dus als je komt, dan kun je een kaartje bij ons maken. Oh, nou zei ik, moet ik het laten drogen. Laat ik het toch niet drogen. Dan ben ik heel voorzichtig bij het randje, dat het niet in elkaar kan overlopen. Dan gewoon weer te snel. Die ringetjes, of die dingetjes waarmee de bal hangt, die zijn een beetje zilver. Dus ik denk dat ik een heel klein beetje licht blauw gebruik.
Nou, als het te blauw is, dan kan je hem altijd nog een stuk op een stukje wc-papier even afvegen. Dan wordt hij wat minder blauw. Even een klein beetje kleur, net alsof het zilver is. Even een randje om een kaartje heen tekenen. Af en toe maak ik een stipje. Een beetje een speels randje. Een randje eromheen doe ik ook bij deze. Ik sla dat stukje over waar die lintjes zitten. Daar doe ik geen randje. Dat is die. En dan ga ik ook nog even wat spetters opmaken. Om spetters te maken, dan heb je een natte kwast nodig. Dus ik laat dat extra water vallen. En dan tik ik op het kwastje. En dan krijg je spetters. Maar een paar rooien erbij, denk ik. En ook een druppel erin. Niet te veel. Rood lijkt al gauw zo bloederig. En dan ga ik die hier zo op het kaartje verwerken. Ik heb knipvellen waarvan die klemmetjes op staan. Ik heb ook een stempel waar een klemmetje op staat. Even kijken waar ik die heb liggen. Die heb ik hier liggen. Dat is deze set voor het bullet journaling. En daar zit dus zo'n klemmetje bij die je hier heel goed voor kunt gebruiken. Even een restje, die heb ik hier. Dan heb ik mijn tool maar weer gelegd, oh hier. Daar moet ik even voor uitkijken, want er zitten nog spetters op. Dat duurt eventjes voordat die droog zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze uitvegen. Dan ga ik even een paar klemmetjes stempelen. Ietsjes donkerder. En ik doe er nog eentje. Verplaats ik deze even een stukje. Even omhoog. Dat past beter.
Zit ik toch, zie je, zit ik toch met mijn tool in de druppels. Kijk, ze vegen uit. Nou, het is niet heel ernstig. Ik ga deze klemmetjes ook een beetje zilver maken, net als dat ik bij die kerstballen heb gedaan. Hebben jullie ook wel eens dat soort ongelukjes, dat er wat uitveegt of zo? Vast wel. Oh, nou, ik had een beetje blauw eraf geveegd, maar ik geloof iets te veel. Ik dep me even op een stukje wc-papier. Dan is hij niet meer zo heel blauw. En dan heeft hij net een beetje een metallic waasje. Misschien kunnen jullie dat wel helemaal niet zien op de telefoon. Nou ja. Als je later op mijn blog kijkt, dan zie je het misschien wel. Dan staan ze er toch even duidelijker op. Deze kaart komen dus, of deze kaart, en ik denk dat ik er nog een paar bij maak, die komen dus op mijn blog. Ik heb van de week ook weer een paar kaarten op mijn blog gezet. Misschien heb je het al wel gezien. Of misschien nog wel niet. Ik had er ook een mail over gestuurd, maar bij sommigen schijnt de mail in de spam te komen. Dus als je mail hebt gemist, dan... er is iets mis met de mail. Hij belandt tegenwoordig bij sommigen in de spam of sommigen krijgen hem helemaal niet. Waar dat dan ligt, daar ben ik nog niet achter. Maar een heleboel krijgen hem gelukkig nog wel. Dan krijg je helemaal geen mail en wil je dat toch hebben. Dan moet je ook even naar mijn website www.marjolijne.com. En dan klik je op de button nieuwsbrief. En dan krijg je hem ook, tenminste dat is de bedoeling. Ik ga deze dus even uitknippen. En dan ga ik ze op mijn kaart gebruiken. Die aanbieding waar ik het over had, de stempel is dus nu voor 5 euro en twee van die pakjes met deze groene kaarten zijn voor 5 euro. Die vind je dus op de pagina Instagram aanbiedingen en die vind je weer bij nieuwe producten. Dat is tot en met zondag over een week. Dat is de 23e. Je kan het ook bestellen en dat je het ophaalt op de Credo. Dat kan ook, dan heb je geen portokosten. Hierbij. Kijk, dan komt deze zodat hij dat kaartje vasthoudt. Deze ga ik ook even uitknippen. Er zijn ook standjes met klemmetjes. Ik vond het wel leuk om een stempeltje te gebruiken. En op mijn knipvellen staan ook wel wat klemmetjes. Nou, deze ga ik zo in elkaar plakken. Misschien doe ik er nog een kaartje bij. Dat moet ik nog eventjes bekijken. Of zo'n vierkantje of wat dan ook. En ik ga er nog een paar kaarten van bij maken. Maar deze wou ik even laten zien. En je ziet ze weer op mijn blog. Volgende week dan ben ik niet op donderdag live. Dan heb ik weer een jarig jopje. Dus dan ga ik niet live. En... die week daarna hebben we de Credoe. Misschien dat we vanaf de Credoe nog wel even wat laten zien. Maar dan ben ik voor de rest ook niet live. En die week daarna ben ik wel weer live. Op de donderdag. Nou, dit was hem voor nu. En deze kaart kun je dus weer terugkijken op mijn blog. Nou, fijne avond verder. Doeg!